Vandaag alweer de laatste dag van deze Snakeweek zomerweek. En een zomerweek is het ook echt geweest. We hebben prachtig weer gehad en naarmate de week vorderde, vooral nu, echt super. Als er gezeld had moeten worden, hadden we de hele reeks kunnen volbrengen. Behalve op maandag was het een beetje wisselvallige dag met onweer. Kortom, het was een super Snakeweek geweest. Maar zonder vrijwilligers bestaat er ook geen Snakeweek. Daarom staat de aflevering van vandaag geheel in het teken van de vrijwilliger. Veel plezier. Ja, een hele gekke Snakeweek eigenlijk. We kwamen gisteren vanaf Ter Herne, hardzeilddag, het Snakemeer opvaren. En bijna geen bootjes, het was ontzettend rustig. Er stond wel een flinke wind, maar geen wedstrijden. Dat is toch een heel gek gevoel. Maar goed, we zijn doorgevaren hier richting het eiland. En ook op het eiland, op hardzeildag, konden we zo een plekje vinden langs de wal. Vlak bij het Verroende. Waar nog wel wat activiteiten waren. Daar is een heel mooi terras opgezet met de ruimte er allemaal tussen. Toch nog een beetje het feestgevoel, maar het zuilgevoel was toch erg ver te zoeken gisteren. Alles dicht. Onwijs zonde natuurlijk. Prachtig weer. Andere dingen doen deze zomer. Dat hebben we wel lekker gedaan. Maar zelf ben je anders druk met die Snakeweek? Ik doe normaal de rescue samen met David. Dan zijn we druk met de vrijwilligers, de indeling, de boot op het water. Alles in goede banen leiden rondom de veiligheid, in de breedste zin van het woord. Nu is het heel erg rustig. We zijn begin van het seizoen wel begonnen met hadden we twee reanimatietrainingen staan. Die zouden we hier op het eiland gaan doen. De eerste die hebben we gewoon kunnen doen. Een hele leuke groep gehad, met z'n allen in de Roerkoning de oefeningen gedaan. En ook de tweede training stond gepland. Toen kwam corona toch ook in Nederland om de hoek kijken. Toen was het de hele tijd, kunnen we het wel laten gaan of niet? Wat wordt het? Willen we wel met een groep mensen nu bij elkaar zijn? Er was heel veel onduidelijkheid. Ook in de media, van wat moet je nou wel of niet doen? Ook bij, bij de overheid, van wat is wel of niet verstandig? En uiteindelijk, een dag van tevoren kwam het bericht dat alles afgelast werd. Dat activiteiten niet meer toegestaan waren. En dat dus ook die training niet doorging. Ja, en daarmee natuurlijk alles kwam te vervallen op dat moment, heel abrupt. Waar we toch met z'n allen zo druk mee waren geweest om het voor te bereiden. Hoe groot is je team normaliter met de Snakeweek? De Snakeweek hebben we normaal vijf boten op het water. In elke boot twee mensen. Dus toch 10 man elke dag. Wat een totaal van 60 diensten maakt in zo'n week. Die gedraaid moeten worden en die gevuld moeten worden. Kost het veel voorbereiding, de Snakeweek? Ja, de Snakeweek kost natuurlijk, dat doen we met een hele groep. Binnen de sectie wedstrijdzeilen is de Snakeweek eigenlijk het hele jaar wel aan bod. Met de voorbereidingen die op dat moment erbij horen. En zeker in het voorjaar weer, dan komt het programma weer open. Zodat de vrijwilligers zich kunnen inschrijven. En dan ben je toch met z'n allen weer aan het kijken. Hè, hoe krijgen we de dagen vol? Hoe kan iedereen varen de dagen dat ze ook graag willen varen? Soms willen bijvoorbeeld op hardzeildag. Het is een prachtige dag natuurlijk om te varen. Dan zijn er soms meer vrijwilligers dat we plaats hebben. Nou, dan proberen we dat met z'n allen zo te schuiven dat iedereen toch mee kan doen. En zijn diensten kan varen die hij graag wil varen. Is je wel eens een stand-by boot gerescued? Jazeker. Ja hoor. Ja, het blijft materiaal en ook dat heeft wel eens pech natuurlijk. Het gebeurt gelukkig niet vaak. We hebben gewoon hartstikke mooi materiaal bij de KWS, goede boten. Maar ook een rescueboot komt toch wel eens per ongeluk zonder brandstof of een ander technisch probleempje. Waardoor we ook wel eens onszelf naar de kant hebben gesleept, zeker. Ja, Snakeweek is natuurlijk ook altijd onze vakantieweek. Voor de Snakeweek gaan we dan zelf zeilen met dit waarscheepje. We hadden dit jaar 2,5 week voor de Snakeweek om te gaan varen. We wilden ronde IJsselmeer gaan doen. Nou, dat hebben we gedaan. We zijn over Lelystad naar Amsterdam gegaan en via de Noord-Hollandse kant weer terug. Uiteindelijk van Enkhuizen naar Stavoren. Ja, toen kwam eigenlijk het moment dat we normaal gesproken richting het eiland gaan om de boot hier neer te leggen. Maar dit jaar hadden we nog een week. En buiten dat het heel erg jammer was het eigenlijk wel lekker om nog zelf ook verder te varen. Dus we zijn hier Friesland ingegaan en we zijn via de staande mastroute naar Groningen gegaan. En hebben nog heerlijk een weekje extra vakantie op deze manier gedaan. De boot ziet er prachtig uit. Heb je er veel aan gedaan? Ja, het waarschipje hebben we nu 6 jaar. In de afgelopen 6 jaar is die helemaal kaal geweest. Het bootje is van hout.
Dus ja, om de nodige uurtjes in om hem er weer helemaal bij te krijgen. En, ja, nu ligt hij er goed bij in ieder geval. Krijgt hij wel een beetje aandacht van de mensen? Want veel mensen hebben vroeger zelf een waarschip gehad. Ja, je moet het niet vervelend vinden als je met een waarschip vaart dat mensen bij je aan de boot komen vragen van, om toch de bevestiging nog te zoeken of het een waarschip is. Of gelijk met de wildste verhalen komen. Deze vakantie in Giethoorn kwam er een meneer naar ons toe. Die, ja, ik mag eigenlijk van mijn vrouw niet komen om dit te vertellen. Maar ik wil toch graag vertellen, want ik heb zoveel gevoel bij een waarschip. En die waren nu met een camper onderweg. Maar die waren met een 75 vanuit Harlingen naar Engeland gevaren. En ja, die had ook de mooiste verhalen over wat ze allemaal gedaan hadden met hun waarschip 75. Wat nog wel leuk is, ik had geen idee wat het bouwnummer was van de boot toen we hem kochten. We hadden wel de verhalen dat de bouwnummers achter in de spiegel moesten staan. Maar er zaten zoveel lagen verf op dat heel lang bleef dat verstopt. Totdat ik hier achterop bezig was met schuren, kwam er toch het nummer 38 weer tevoorschijn. Maar dat was nog wel een dingetje, want er zat best wel een slecht stukje hout hier in de boot. Dus daar moest een nieuw stukje in. Met behulp van Pieter Boelsma geleerd hoe je een goed gat maakt in een boot, zodat je er weer een nieuw stukje hout in kan zetten. En dat is uiteindelijk gelukt met net het behoud van het oude nummer, zoals dat het destijds ingezet is. Het verhaal is dat ik half maart, rond onze verjaardagen, zijn we hier op het eiland gekomen. Vanwege de corona in Hasselt, wat mijn woonplaats is. En dat was behoorlijk in het nieuws, dat er veel coronagevallen waren. En wat een mooie uitweg om aan boord te verblijven. En daardoor kwamen we op de, wat we graag zijn, op het starteiland van Sneek. En dat rond 1 april begint de havenmeester weer. Nou ja, die wou graag zijn bootje in het water hebben. Die heb ik niet ingegooid. En dat klikte met de havenmeester. Dus gaan we allerlei dingen doen. Dus gras maaien, steiger repareren, snoeien van de struiken en bramen. Dat alles weer mooi gangbaar is en dat het toonbaar eruit ziet. Je hebt altijd hulp met gras maaien, zie ik. Hulp met gras, ja zeker. Hij weet niet hoe het werkt, maar hij wijst me de plekken wel aan. Kom jongen, heb je nog kruikjes? Ja. Ja. En dan gaat hij ook even rust. Hij gaat ook altijd mee met de rubberboot? Ja, dat vaste prik. Ik hoef me naar de boot te kijken of hij zit er al in. Dus dat... hè? Voor de vriend. En dan gaat hij echt, blijft hij ook inzitten. Maar dat heb je met training ook hoor. Dat sommige trainers die lopen naar een rubberboot toe en dan zit hij er al in. En dan vragen ze: mag hij mee? Ja hoor, voor mij wel. Nou en dan blijft hij zo'n paar uur weg. Dat vindt hij helemaal niet erg. En dan komt hij weer en dan doet hij net of er niks aan de hand is. Dus, hey. Maar de Snake Week, Hein? De Snake Week, ja. Dus dat... Snake Week, dat is er eigenlijk niet. We zijn nou een beetje... Dat, normaal gesproken vaak dan voor het mediateam. En dat is nou ook op een heel laag pitje.
En dat, anders dan ben je de hele dag in touw. In combinatie met bevoorrading van de Roerkoning, bevoorrading starttoren. En dat, dat is allemaal niet meer. Dus ik hoop dat het binnenkort weer gauw weer mag komen. Dat we weer een beetje op de oude voeten door kunnen gaan. En dat was hem dan, de allerlaatste aflevering van deze Sneekweek Zomerweek. En nu die aan het einde is, heb ik een beetje een leeg gevoel. Normaliter heb het mediateam draaien met meer dan 10 man, waar we heel veel leuke items draaien en maken. En nu moest ik het in mijn eentje doen. Ik heb heel veel leuke mensen mogen ontmoeten, mooie verhalen kunnen maken. Maar toch blijft het een beetje leeg. Ik was hier wel, maar er was geen Sneekweek en ik deed wel verslag over de Sneekweek. Dus dat blijft een beetje gek. Ik hoop dan ook van harte dat we volgend jaar met z'n allen een prachtige week ervan kunnen maken. En dat die gewoon door mag gaan op de manier zoals we hem kennen. Want zeilen is een prachtige sport en daar wil je ook met z'n allen van kunnen genieten. Tot volgend jaar. Hoi!